Graag wil ik u namens het gemeentebestuur van Drimmelen een gelukkig nieuwjaar toewensen. Dat wens ik u toe, u persoonlijk, maar ook uw gezin, natuurlijk uw familie en vrienden. Ik hoop dat het nieuwe jaar mag brengen wat u ervan verwacht. Een nieuw jaar is altijd reden om even terug te kijken. We hebben een intensief jaar achter de rug. Zo is een nieuw beleid opgesteld op het gebied van duurzaamheid. We hebben daar met allerlei partijen over gediscussieerd... En we hebben een ambitieus plan vastgesteld. Ook heeft de raad een besluit kunnen nemen over de toekomst van onze zwembaden. Die blijven open. We hebben een nieuwe exploitant en we kunnen weer jaren vooruit. Dat is natuurlijk erg plezierig. Er zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld. Zo kunnen we op dat gebied ook weer voorlopig vooruit. Eindelijk zijn we begonnen aan het revitaliseren van het bedrijventerrein Stuiven Zand. Ook dat zat al jaren in de pen. Hetzelfde op het gebied van de verkoop van de nieuwe haven in Drimmelen. Na jarenlang onderhandelen hebben we een belangrijk besluit kunnen nemen en deze haven kunnen verkopen. En we hebben voor de komende jaren ook nieuw horecabeleid. De gemeente heeft er een nieuwe taak bij gekregen. En die taak die hebben we opgeschreven en dat beleid is inmiddels door de raad vastgesteld. We kijken vol vertrouwen uit in het nieuwe jaar. Een jaar waarin er verkiezingen zullen worden gehouden: gemeenteraadsverkiezingen. In maart en later in het jaar Europese verkiezingen. Voor ons zijn die gemeenteverkiezingen natuurlijk buitengewoon van belang. En ik zie alle politieke partijen al heel actief bezig om zich voor te bereiden op die verkiezingen. Graag roep ik u op om te gaan stemmen. Ook krijgen we in het nieuwe jaar nieuwe taken: nieuwe taken op het gebied van werk, op het gebied van zorg en op het gebied van jeugd. Er komt geld vanuit het Rijk en de provincie naar de gemeente toe. Maar we zullen het met minder geld moeten doen dan voorheen. Dat betekent dat we uit zullen moeten leggen dat wat vroeger kon, nu misschien niet meer kan. Een belangrijke taak voor de gemeente Drimmelen. Er wachten ons ook bezuinigingen. Het nieuwe college na de verkiezingen van maart zal opnieuw naar de begroting moeten kijken en we zullen het opnieuw met minder geld moeten doen. Toch kijk ik heel positief de toekomst in. We hebben een stabiel gemeentebestuur. De verhoudingen zijn goed, de samenwerking tussen het college, de raad en de ambtenaren zijn prima. Dus ik kijk met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Ik wens u allen een prima jaar toe.